Yo, dames en heren, mijn naam is Doorn en leuk dat je bekijkt naar een nieuwe Pokémon! Ai, cool. Zoals jullie in de vorige aflevering hebben gezien, heb ik de badge gehaald. En toen we de badge hadden gehaald, was natuurlijk alles in orde. En nu gaan we eigenlijk gewoon ontsnappen van dit boomhuttenhok. En dan gaan wij gewoon lekker gezellig naar de volgende gym toe. Want ik heb gelezen in de reacties dat de volgende gym is Psychic. Nou, wat is goed tegen Psychic? Ja, tering, wat is goed tegen Psychic? Is dat Dark? Volgens mij Dark. Nou, die heb ik in ieder geval al gehad. Die Goochems met die report ding. Nou, dit heb ik ook al gehad. Dan gaan we gewoon lekker door naar de volgende battles. Nou, deze heb ik gehad. Oh ja, hier regende. Dat was het. Nou, deze had ik gehad. Dit is een leuke duel battle. Dan laten we hem doen. We ninja conceal ourselves under camouflage cloaks. Ja, ik zag je uiteraard niet. I bet you didn't know where I was. Nou, beste man, dat wist ik helaas wel. Oh, en er komt er natuurlijk nog eentje bij. If you don't pay attention, you could get hurt. Nou, prima als je zo wilt spelen, hè. Laten we dan maar zo gaan spelen, hè. We hebben een ninja joch en we hebben een battle girl. Kom maar op, zeg ik je. Een Ninkada en een Meditite. Nou, dit gaat leuk worden. Dit gaat leuk worden. Blaziken schopt hem helemaal de moeder. Oh ja, fuck, het regent. Oh, dat is kut. Oké, en Psybeam op Ninkada. Ik denk dat dat een goede keuze is. Dat denk ik. En dan doen we gewoon een Blaze Kick op die andere gast's gezicht. Gwabba! Oeh, bijna dood. Psybeam, zip zip! En die is dood. Ik dacht super effectief in mijn hoofd, maar blijkbaar is dat niet zo. Dus nou ja, prima. In ieder geval is ge-one-shot en daar ging het uiteindelijk om. En het is een Koffing. En dat is Calm Mind. What the hell doet Calm Mind? SP attack ging omhoog. SP defense ging omhoog. Rain continues to fall. Oké, Psybeam op die linker. Ach, fuck it. Overheat op de rechter. En kableam! Super effectief? Nee, maar het doet wel kei veel damage. Oh yeah, macho man Randy's. Dat is niet goed voor mijn stem, dames en heren. Dat ga ik niet nog een keer doen. Bibim, de Psybeam racht ze helemaal de moeder. Hartstikke mooi, hartstikke mooi. En Kleurtje krijgt experience en wordt level 30. Nou, Kleurtje, mwah. Het wordt tijd dat jij even weer gaat evolueren. Een Makuhita. Ik denk dat die psychic aanval super effectief zal zijn. Dus laten we het uitproberen. En ik schop hem ook gewoon even voor de lol. Dat zal niet super effectief zijn. Oké. Hit one time. He did. He did. Fucking veelzijdig. Maakt gewoon appelmoes van die gast. Letterlijk appelmoes, man. Oké, I lost. I should camouflage my shame. Inderdaad, hè? Oké, in ieder geval, ja, genoeg stommiteiten. We hebben ze gewoon allebei verslagen. Wat is dit? Een revive. Dat zal gewoon echt daadwerkelijk de eerste revive zijn die ik heb. Ik heb ze niet gekocht. Ik heb er niks mee gedaan. Hier, laten we battelen. Bitch. Komt er maar. Komt er maar. Pokémon have many special abilities. If you want to become a first class trainer, learn about them. Daar ben ik nu mee bezig. And I'm gonna be the very best no one ever was. Boom, boom, boom. Oeh, een Sableye. Dat was inderdaad die hele freaky Pokémon. Ik geloof dat die Dark was, maar dat weet ik niet meer zeker. Dus ik vraag me af hoeveel damage mijn Psybeam zal doen. Aangezien hij nu gaat detecten. Eens even kijken. Rain continues to fall. Oké, hij heeft hem gedetect, dus... Oh, come on. Al blijf je detecten, wordt het wel erg lastig om tegen je te fucking... Stop eens. Stop eens met detecten. Stop het, stop het, stop het, stop het, stop. Kijk, nu weer ik... It doesn't affect. Oké, ja. Al was dat de eerste keer ook zo, dan heb ik er overheen gelezen. Anders zat ik even... Wisselen. Tijd om te wisselen. Oerwoud. Ja, oerwoud. Ja, tuurlijk.
Komt er maar. Eén oerwoud, alstublieft. Faint attack. Pako. Hoeveel damage doet dat? Ik bedoel, we hebben het hier wel tegen één fucking oerwoud, weet je. Gewoon zo eentje die in fucking Zuid-Amerika ligt. Ik bedoel, die breek je niet zomaar. Oké, we gaan wel fly doen. Fly is leuk, want dan doet hij een aanval. En die mist. Hoho. En dat vond ik gewoon grappig om te doen. Maar ik zal hierna waarschijnlijk Razor Leaf doen, als hij nu niet in één keer dood is. Ja. Faint attack. Het doet veel damage, moet ik zeggen. Maar daarentegen zijn ze ook allebei level 30. Dus, hè, weet je. Logisch verklaarbaar. Maar Razor Leaf, met zijn hoge critical ratio, zal ik hem critten? Ik crit hem niet. En Faint Attack brengt Oerwoud in het gele, voorspel ik. Klopt als een bus. Er klopt nu gewoon letterlijk een bus aan mijn deur. Dat was mijn poging tot humor. Niet geslaagd. Jammer, joh. Fucking, er klopt een bus aan mijn deur. What the fuck? Dat klopt pas niet. Je spoort niet. Nee, ik ben een bus, ik ben geen trein. Ik val wel onder de categorieën vervoersmiddel. Oké, genoeg met die fucking... Echt met die fucking stomme grappen. Daar hebben we gewoon helemaal niks aan. Oeh, besjes. Aspear. Geen idee wat het doet. Oh, kijk. Bij deze boom kan je ook nog een secret base maken. Maar dat wil ik niet, want ik heb al ergens mijn secret base. Waar ik waarschijnlijk nooit meer terug zou komen, omdat die echt midden in een grasveld zit. En dan is de kans groot dat ik een battle moet doen om überhaupt bij mijn secret base te komen. Dus dat is erg frustrerend. Ja, oké. Dat is, nou, de berries zijn opgepakt. Tijd om verder te gaan. Oh my god. Oh my god, daar staat iets in de weg. Devonscope. Invisible Pokémon. Het is er weer zo een. Oh shit, wacht. Oh fucking balls. Shit, ik was vergeten dat ik man als eerste heb staan. En nu moet ik... ik moet gelijk weer wisselen. Oké, laten we maar... Bolly, ga jij maar. Hè, ga jij maar gewoon. Ja, goed plan. Uitstekend. Kom helemaal goed. Al gooi je Bolly in de scheid. Kom helemaal goed. Ik ben zo slecht met accenten. Tenminste. Oh, wat. Oh, ik het laatst, hè. Ik heb bijvoorbeeld. Heb ik hier de DVD-series liggen van Through. Is het. Ik moest even kijken wat het is, hoor. Het is Through the of Through a Wormhole met Morgan Freeman. En ik heb echt altijd mezelf wijsgemaakt van... Ah, Morgan Freeman, die stem kan ik gewoon niet nadoen. Het gaat me gewoon nooit lukken. Omdat hij zo'n hele diepe en rustige stem heeft. Nou, dat kan ik op zich tot op zekere hoogte kan ik dat wel nadoen. Aanval mist, dat is goed, want Kecleon is nu een steentype. Want hij adopteert die shit, dus nu kan ik een wateraanval eroverheen gooien. En is hij helemaal tot de moeder doodgene... Oké, je mag best wel ophouden met die Fury Swipes. Jesus. Nee, maar toen, dat was... Ik weet niet meer exact wanneer het was. Maar toen ging ik dus Morgan Freeman, deed ik een imitatie. En ik zat echt... Gewoon echt uit het niks, hè. En ik zat gewoon... Oh, shit. Ik ben nog... Best goed. Ik was helemaal verbaasd van mezelf. En het was echt super droog. Oké, die Pokémon is weg. Oh nee, fuck balls. Fuck. Nou, dan vragen jullie waarschijnlijk af. Laat je Morgan Freeman imitatie dan eens horen. Oké, god. Hoe was het ook alweer? Oké, wacht. Dan moet ik wel mezelf goed kunnen horen. Anders word ik afgeleid door het Pokémon deuntje. Maar nee, wat? Oh nee, nu is het. De druk is te hoog, de druk is te hoog. Ah, Morgan Freeman. Nee, nou, fuck it. Doet er ook eigenlijk niet aan toe. Het doet er ook eigenlijk niet aan toe. Het doet er eigenlijk compleet aan toe, maar ik wil het gewoon afschudden van. Yo, eigenlijk kan ik het niet zo goed. Dus ik wil het niet. De druk is te groot, ik krijg plankenkoorts en shit. Een nusleaf. Het heeft vast iets met gras te maken, dus yo, veelzijdig, doe je ding. Blaze kick op zijn moer. Hij wordt de boos van.
Je zag hem rood aanlopen. Kijk de Nuzleaf. Ik dacht dus dat hij fighting was, hè? Nuzleaf blijkt gewoon compleet gras te zijn. Super misleidend. Maar hey, des te beter voor de Blaze Kick. Dan kick je die Blaze tegen zijn moer aan. Blip, 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 experience. Een Lombre. Ja, die ken ik nog wel. Dat is die Mexicaan, die grapjas. Ik zeg ook gewoon Blaze Kick op zijn hoofd. En dan is alles helemaal fake out. Oh, 5 damage. Ah, flinch. Fuck you. Blaze Kick op zijn oogbal. And he's not dead. He's not dead. How can he be not dead? I thought he was grass. He was not grass. I use fire attack. It not work. Why you do this, Lombre? Esta miniata, no señor. Dan maar zo. Dan moet het maar in 2 keer, hè. Dan doen we het maar in 2 keer. With Pokémon that strong, you're in no danger of needing rescue. Nee, zo ver was ik ook. Dankjewel voor de tip. Oh my god, nu sta je enorm in de weg. Dat figuurtje echt enorm in de weg. De weg. Oké, laat ik maar even Drolly voorop zetten. En dan moet ik omfietsen omdat die balzak in de weg staat. Oh, staat gewoon... Oh, dat liep trouwens toch dood. Oh, een nugget. Nuggets kunnen we verkopen. Dus dat is mooi meegeneemd. Ik weet dat het is meegenomen. Al moet ik elke keer erbij vertellen van... Yo, het is meegenomen. Dat haalt een beetje het effect weg van die grap. En de regen is opgehouden. Uitstekend. Of ga ik hier weer staan en het begint weer met regenen. Regen. Ja, ja, ja. En regen is uit. En dan gaan we hier weer naartoe. En dan regent het weer. Ja, leuk joh, met een spelletje kutten. Oké, okay, in ieder geval. Wil jij vechten? Ja of nee? Want complete stilte. Puntjes overal. Opeens, want to battle. Nou, ja, hij... Oké, I guess. Wacht, is Bug, is dat niet goed tegen poison? Of was Bug goed tegen gras? Weet ik niet meer. Laten we gaan sludge op zijn hoofd doen en kijken hoeveel damage het doet. Super effectief. Oh, geen eens. Nou, en Oké, is prima. Oh, hij heeft alleen maar dezelfde. Nou, prima, weet je. Een snelle aanval deed daadwerkelijk 3 damage. Waarom? Omdat Drolly fucking zwaar is. Drolly is echt zo'n vet zakje. Maar echt zo'n... Gewoon een drol. Gewoon 1 grote paarse drol met zwarte vlekken. Uitstekend. Prachtig. 10 out of 10. Would watch anytime. Oh mijn god, de 3 damage. Much crucial. Ja, ja. Doet die drol even. En Kleurtje is level 31. Uitstekend. Kleurtje gaat de juiste kant op. Want zodra die een... heet een explode. Of ex... Iets met explode. Gewoon, al is hij de volgende evolutie, dan pas is hij goed. Do you have Pokénav? Fuck you, Jeffrey. Fuck you. Ik denk dat ik daar wel naartoe moet, maar... come on! Dat hebben ze volgens mij ingeprogrammeerd. Die nare mannetjes van Pokémon. Die nare mannen van Pokémon. Die hebben gewoon van tevoren... Hebben ze... Ja, ik ga even weg van rennen, wat denk je nou? Die hebben gewoon daar, zeg maar... Dus kijk, er zijn 2 stukjes gras daar. En daar gegarandeerd hebben ze allebei gewoon een Pokémon staan. Omdat iedereen denkt, het zijn maar 2 stukjes gras, weet je. En dan denk je, en dan ga je het doen. En dan krijg je gegarandeerd gewoon een battle. En dan zit je echt, fuck. Oké, welk kindje zit er hierachter? Weer zo'n ninja boy. I will adapt the movements of Pokémon and create new ninja techniques. Veel succes. Doe het. Begin een hele nieuwe dojo, joh. Ninja Boy Kaigo. Koffing. Ik snap niet hoe, zeg maar, een Ninja Boy en heeft hij koffing. Weet je? I don't get it. Het is compleet langs me gegaan waarom hij dat doet. Maar vooruit. Oh, self-destruct. Fucking eet toch kont, klootzak. Het doodt mijn Pokémon geen eens, maar alsnog, weet je.
Het gaat gewoon meer om het feit. Gewoon een respectloze zak dat je er bent. Maar ik zelf dus terug. Zo'n beetje. Oh nee, oh nee, oh, oh my god, oh, 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 what did I do? Ik wilde, ik dacht er niet bij na, ik zat van automatisch sludge en het zal dan wel damage doen, wat het ook wel doet, maar toen zat ik van, oké, maar het is een bug, en dan doe ik shockwave, en dan dood. Of zoiets. Kijk, evasive of Rose, maar shockwave gaat er altijd doorheen. Altijd. Dus het maakt niet uit, dus Nijask is nu dood. Super effective, zie je? Kijk, ik had hem ook in één keer kunnen doden. Maar nee, ik wilde gewoon de uitdaging wilde ik groots houden. Dat verzin ik er nu totaal bij. En de strijd is voorbij. The creation of new ninja techniques is but a distant dream. En 336 Dooku in de pocket. Nou, laat ik dan nog maar even deze berries pakken. Dat is dan toch mooi, joh. Dat is dan toch mooi. Aan de kant. Nou, hier is ook weer zo'n boom waar we zo'n ding kunnen planten. Nou, dat willen we niet, want we hebben al een secret base. En die is veel verder terug. En ik hoop trouwens dat we ergens een stadje zullen tegenkomen. Aangezien mijn Pokémon, die zijn een beetje doorheen. Die hebben het een beetje gehad. Ze hebben lang gevochten. Nou, uiteraard kreeg ik ook eens in de reacties kreeg ik een tip van jullie. Van, yo, laat ze vooral niet doodgaan, want dan worden ze niet blij van je. Ja, doet hè. Of tenminste doodgaan, uiteindelijk vallen ze flauw. Want er is geen daadwerkelijke doodgaan in dit spel. Oeh, wacht eens even, ik kan niet surfen natuurlijk. Bolle used surf. Badadadup. Ik ben een bal, ik ben een bal. Zo. Een full heal. Nou, dat is toch prachtig. Oké, wat is hier nog meer? Geen ene fucking moer. Wil ik surfen? Surf's up, bro. Surf's up. Fuck! Werd het tentacle? Oh. Oh. It's a Meryl. Nou. Leuk. Ik heb er niks aan. Maar het is wel leuk. Dus ik ga bij weg. Allee, kost alleen mijn tijd. Oh my god. Vlak voor het land. Het is diezelfde klootzak weer. Werd het level... Een level 12. Het is het jongere broertje van... Kost te veel tijd, jongens. Nou ja, weet je wat? We zijn weer op het land. We zijn weer veilig. In de volgende aflevering gaan wij verder met ons avontuur. Tenminste, ik wil nog even kijken. Oh, wat is dit? Route 121. Dus we zijn nog lang niet klaar. Maar route 121 gaan we doen in de volgende aflevering. En voor nu wil ik jou bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke video? Doe dan zeker even een duimpje omhoog. En dan zie ik jou graag terug bij de volgende Pokémon. Tot de volgende keer.